Dag Lucienne. Jij hebt hier het lintje aan voor de mensen die het niet kunnen zien thuis. Mrs. Elite Beauty Queens Benelux 2019. Wil dat dan zeggen dat je daar aan een wedstrijd meedoet? Wij gaan naar Riga toe in Letland. En we gaan daar meedoen aan de internationale verkiezing Elite Beauty Queens. Mm-hmm. En ik ga de Benelux vertegenwoordigen. Ja. Oh, dat lijkt me wel tof. Ja, ja, het is heel, ik kijk er ook heel erg naar uit. Ik vind het heel spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja. Ja. Je hebt nogal internationale verkiezingen meegedaan, hè? Klopt, ik ben afgelopen mei in Georgië geweest. Heb ik meegedaan aan de Mrs. Universal. En dat was ook een goede ervaring. Ik heb 2 titels mee naar huis genomen. Proficiat, is dat nu zo'n beetje een verslaving die je nu aan het krijgen bent? Hobby? Het begint een verslaving te worden, ja. Het begint echt een passie te worden. En ik hoop gewoon steeds meer ervaring op te doen en steeds meer verkiezingen te mogen deelnemen. Wat is jouw ultieme doel dan? Winnen. Ja, winnen. Maar als je er nu 5 gewonnen hebt, wat dan? Je kan niet blijven winnen, hè? Er zijn altijd betere titels en betere verkiezingen. En nog verder weg misschien ook. Ja, verbeterpunten aan jezelf. Je doet altijd wel iets wat je zou kunnen verbeteren. En, wat moet ik me daar nu voorstellen, zo'n finale? Wat komt er allemaal bij te kijken? Een finale bestaat normaal gezien uit verschillende rondes. Je moet je nationaal kostuum tonen. Dat is een kostuum dat vertegenwoordigt je land. Ik vertegenwoordig dan de Benelux. Dus ik heb een nationaal kostuum voor de Benelux. Een galaronde. Hoe werkt dat dan, een nationaal kostuum van de Benelux? Ik bedoel, welke kleuren, welke vlaggen of hoe zit dat eigenlijk? Het moet eigenlijk de 3 landen vertegenwoordigen. Dus Nederland, België en Luxemburg. En dan daarbij wordt de vlag van de Benelux opgenomen. Dus, ze gaan je ook verschillende vragen stellen over je land. En over je nationaal kostuum normaal gezien, wat het precies voorstelt. Ja. En verder in de finale is dan de galaronde. En dus eigenlijk qua algemene kennis komt er toch ook bij kijken. Ja. Je moet meer zijn dan mooi alleen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb je nu al een idee van waar dat ze de nadruk op gaan leggen bij die kennisrondes? Zodat je je misschien wat kan voorbereiden? Ja, ze gaan normaal gezien, tenminste zoals ik het in Georgië heb ervaren, gaan ze de vraag stellen wat jouw land kenmerkt. En waarom je trots bent om jouw land te mogen vertegenwoordigen. Voor jou gaat het dan de Benelux zijn. Dat zijn 3 landen uiteindelijk. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel raar, hè? Ik ben wel aan het inlezen en kennis aan het opdoen. Ik ben wel in België geweest, maar nog nooit in Luxemburg. Dus. Ja, dat is wel dat is raar. Ja, vreemd. Ja, okay. Zeg, als we je nou als persoon en als vrouw beter zouden willen leren kennen, wat moeten we dan zeker weten van jou? Dat ik van mijn werk... Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, wat ik nog altijd met veel passie doe. Dat is de paardensport. Mm-hmm. En nu daarbij ben ik sinds een iets langere tijd bezig met modellenwerken. En dat is ook echt een passie van me aan het worden. En alles wat ik doe, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen en altijd te verbeteren. Ja. Hoe reageert jouw omgeving op jouw nieuwe hobby nu? Die vonden het in eerste instantie heel grappig. Die hadden dat nooit achter mij gezocht. Ja. Maar nu dat het eenmaal goed begint te gaan, heeft iedereen er ook heel veel plezier aan en krijg heel veel steun. Ja. Super. Zeg, ik wens je alvast nog heel veel succes en dat je wint op die finale natuurlijk. Dat zou mooi zijn, Oké, super.